bij Dansen met de Dood, waar leven en dood harmonieus samenkomen. Deze podcast gaat over afscheid nemen, rouw en herinneren en werpt een nieuw licht op het leven. Of je nu een professional bent in de uitvaartindustrie, persoonlijk verlies hebt geleden of gewoon nieuwsgierig bent, hier vind je diepgaande gesprekken en een eerbetoon aan geliefden. Stap op de dansvloer van Dansen met de Dood en ontdek wat het leven voor jou in petto heeft. Zelfs als de dood nabij is. Ben jij klaar voor deze unieke ervaring? Abonneer je dan nu en ontdek wat deze podcast voor jou in petto heeft. Wiep, welkom vandaag. We zijn hier samen om te praten over het plotselinge overlijden van jouw vader vorig jaar. Kun je me vertellen, wat voor man was jouw vader? Ja, wat voor man was mijn vader? Ja, mijn vader was een, denk in één woord, een levensgenieter. En hij heeft geleefd als een wervelstorm. Werd ook op de uitvaart nog gezegd van, ja, hij heeft het leven geleefd. En hij was denk ik nog niet klaar met leven. Maar ja, voor hem hield het plotseling op. En als je dan kijkt, van, hij was als een wervelstorm, wat bedoel je dan? Nou, mijn vader was altijd overal en nergens. Als hij er was, dan was het kort, want dan had hij alweer wat anders op zijn programma. Maar hij had altijd wel, nou ja, aandacht voor Jan en alle man, iedereen. Maar wel op zijn manier. Dat was eigenlijk een hele authentieke man. En ook als hij dat zo vertelt, lijkt me dat hij een grote vriendenkring, familiekring om zich heen had. Veel mensen om zich heen. Ja, hij had een groot sociaal hart. Dus hij wil heel graag zorgen voor anderen. En dat heeft hij in zijn laatste fase van zijn leven ook heel veel nog gedaan. Hij is 75 jaar geworden. En hij ging nog elke week met mensen die niet zelfstandig naar het ziekenhuis kunnen. Was hij taxichauffeur, die haalde ze op van huis. Hij was vrijwilliger bij het Limste Mannenkoor. Hij was overal bij betrokken. Hij werkte nog op een boerderij en ging nog naar het voetbalstadion in Heerenveen. Dus hij had letterlijk ook geen zitvlees. Nee. En dan ook nog een gezin. Ja. Jij bent niet als enige kind, maar je hebt ook nog een broer en zusters. En hij was getrouwd met je moeder. Ja. Wat een actieve man. Ja, zeker. Heel actieve man. Fit, vol energie. En jouw band met hem kun je dan ook wel heel hartelijk noemen. Als ik jou zo hoor vertellen over hem. Ja, weet je, naarmate je ouder wordt, dan kruip je dichter naar elkaar toe. En ik denk wel dat wij in een fase zaten. Mijn vader die werd wel rustiger. Vroeger was hij nog meer aan het vliegen. En wilde die overal, denk ik wel, hoe zeg ik dat, zijn. En soms heb je wel eens te veel op je bord. En dan is, als je er bent en je moet meteen weer weg, dan denk je van ook wel eens van, waarom moet je nu alweer weg? En naarmate die wat rustiger werd, kwam er ook wat meer aandacht voor van, waar ben je mee bezig en wat doe je? En hij was altijd wel, of steeds meer geïnteresseerd ook in, wat ik deed of wat Venna deed of mijn broer of mijn zus. Dus die oprechte aandacht, die werd steeds beter. Lijkt je ook op hem, qua karakter? Nou ja, gisteren werd me dat nog gezegd, ja. Dat qua karakter, maar ook qua uiterlijk, hoor ik vaak van, wat lijkt je op je vader? Ja, dat zeggen ze van mijn broer ook, hoor. Dat doet ook wel goed, denk ik. Nou ja, dat, in zo'n week van de uitvaart hoor je dat heel veel. Dan komt alle familie en vrienden komen langs en dan krijg je heel vaak te horen, wat lijkt je op je vader? En toen, in die week heb ik wel gedacht van, je wil ook je eigen identiteit hebben. Maar er werd zo liefdevol over hem gesproken in die week van de uitvaart, dat je denkt van, wat mooi eigenlijk dat men dat nu over mij zegt, dat ik op mijn vader lijk. En daarvoor zag ik dat nog niet zo. Maar nu wel, nu is het meer een gevoel van trots, dat je denkt, want hij heeft wel zijn sporen achtergelaten in het leven. En dat vind ik wel een groot compliment. En als je eens teruggaat naar de dag dat hij stierf, waar was je toen je het hoorde? Hoe ging dat? Nou, de dag van sterven was een dag later, maar daarvoor is die, dat was op een vrijdag. In januari, 28 januari. En het was een hele mooie vrijdagmiddag, het was zondag. En ik werkte thuis en het was zulk lekker weer. Ik denk, ik ga even buiten zitten in de stoel. 2:00 's middags.
En toen belde mijn broer op en hij zegt van, ja, we zijn je vader aan het reanimeren. En dan denk je van, hoe bedoel je? Dat bestaat niet. Mijn vader, sterke man, fit. En hij zegt, het is toch zo en ik ben er nu bij en er is een ambulance bij. En nou, dan ga je in één keer heel snel schakelen. Ik denk, oh mijn god, wat is hier aan de hand? En dan ga je ook heel praktisch denken, oh, 2:15 komt Mink uit school, onze jongste dochter. Fenna is aan het werk, briefje op de tafel. Ik ben in de auto gestapt en toen ben ik naar het ziekenhuis gereden, want ik kreeg berichten doordat ze onderweg waren naar het ziekenhuis. En dan kom je in zo'n, dan word je meegezogen in een rollercoaster. En dan kom je op een punt van hoop en vrees. Want ze waren hem aan het reanimeren in het ziekenhuis. Want hij ging, laat ik het zo zeggen, aan en uit. Dan was hij er weer bij, maar niet bij kennis, maar dan deed het lichaam het weer een beetje. En toen werd besloten vanuit Heerenveen, het ziekenhuis, van hij moet naar Leeuwarden, want daar hebben we meer kennis en kunde van hart. Want het leek erop dat het hartfalen was. En dan denk je, oké, er is nog hoop. En zo ga je dan met je familie naar het MCL in Leeuwarden met het idee van, misschien kunnen ze nog wat doen. Ja, je hebt hoop natuurlijk, hè? Want hij is in goede handen. En, ja, en zolang je niet het bericht krijgt van we kunnen niks meer voor hem doen, dan blijf je hopen. Zo zijn we de nacht ingegaan. En in de nacht ben ik nog 2 keer gebeld en uiteindelijk nog weer in het ziekenhuis gereden in Leeuwarden. Want dan ging het weer minder goed. En de volgende dag kregen we het bericht van we kunnen hem niet redden. Jouw moeder was er ook al die tijd bij in het ziekenhuis bij hem? Ja, mijn moeder was vanaf het moment dat hij de hartstilstand kreeg, was ze erbij. Ze waren samen op de fiets. Wauw. En het bizarre is, mijn vader had alle kleinkinderen uitgenodigd voor die vrijdagmiddag om pannenkoeken te komen eten. En de eieren waren op. En toen hadden ze bedacht, we fietsen even van Echtenebrug naar Oosterzee. Want daar is zo'n boerderij met een kistje aan de weg en dan kun je eieren halen. Daar zijn ze naartoe gefietst, maar ze zijn er nooit gekomen. Ja. En dan komt dus het bericht van, we kunnen niks meer voor je vader doen. Waren jullie samen als familie? Hoe ging dat? Iedereen was erbij. Mijn moeder en mijn broer en mijn 2 zussen. En dan zit je in een kamertje in het ziekenhuis. Ja, dan komt toch dat onvermijdelijke bericht. En we hadden wel een beetje in de gaten van, dit gaat niet de goede kant op. En dan gaat de ratio en de emotie gaan door elkaar heen. Dus op een gegeven moment in die nacht, toen ik erbij was en ik bij zijn bed stond, had ik wel in de gaten. Ik denk, dit komt niet meer goed. Toch heb je die woorden nodig van een specialist die zegt van, we kunnen hem niet meer redden. Dan wordt het voor jezelf, oké, dan stopt het. Kon je gelijk accepteren ook op dat moment? Of gaat het in fases? Accepteren, dat denk ik niet, maar je gaat handelen. Ja. Je weet van, oké, nu stopt het. En nu gaan we een andere fase in. Terwijl ik nog weet van die avond ervoor, toen liepen we het ziekenhuis uit en toen was hij nog in leven, dat ik dacht van, ik hoop toch niet dat we nu aankomende week in een uitvaart zitten. Daar had ik helemaal geen zin in. En een dag later zit je er al middenin. En hoe ging dat dan in de familie dan? Hoe was dat bijvoorbeeld voor je broer en je zussen? Stonden jullie daar gelijk in? Of het qua gevoel van, hé, we moeten nu in de regelmodus? En mijn moeder ook. Die zei ook van, oké, dan houdt het op. En dan, je komt in een, ik weet niet hoe je dat benoemt, maar in een soort, je lichaam gaat in een bepaalde stand. En je geest ook. En dan ga je handelen. En dan laat je het maar gebeuren. En ik weet dat jullie een hele mooie, bijzondere uitvaart hebben geregeld als familie zijnde. Kun je vertellen hoe dat proces ging? Hoe kwamen jullie tot de keuzes en hoe ging dat? Weet je dat doordat we als familie eigenlijk in het laatste stukje zo betrokken zijn geweest bij de laatste uren van mijn vader,
En hij is eigenlijk heel plotseling overleden. We hebben ons daar helemaal niet op kunnen voorbereiden. Dus er ligt geen script, er ligt geen draaiboek. En die laatste momenten hebben we heel intens met elkaar beleefd. Je staat in het ziekenhuis bij het bed en dan, nou ja, dan ga je afscheid nemen, want hij lag aan de beademing. En toen de artsen zeiden van we kunnen niks meer doen, dan wordt hij klaargemaakt om afscheid te nemen. Dus dan gaan alle toeters en bellen en draden eraf. En dan sterft hij eigenlijk voor je, waar je bij staat. En vanaf dat moment begon bij mij zoiets van, nou, ik wil nu alles voor mijn vader doen wat voor mij goed voelt. Nou, dat begon al met het wassen van het lichaam. Dat heb je zelf gedaan? Ja. Met behulp van? Ja, met de verpleegkundige en mijn moeder en mijn broer. Daar hebben we, nou ja, die keuze wordt je gesteld en bij mij ging alles aan van, ja, dat doe ik. Dat wil ik. En dat is heel bizar, maar het is ook heel mooi om te doen. En eigenlijk zie je je vader op een manier zoals je hem nog nooit gezien hebt. Maar het is iets van het laatste wat je kunt doen. En dat was bij mij heel sterk het gevoel van, je bent je hele leven heel goed geweest voor mij. We hebben geen woorden kunnen geven aan het afscheid. Maar ik ga nu wel alles voor jou doen om dit zo mooi en zo goed mogelijk te doen. Vanuit de geest van mijn vader, altijd klaarstaan voor een ander. Want dat was eigenlijk zijn, dat was wel heel erg aanwezig in zijn leven, klaarstaan voor een ander. En nu kon jij als eerbetoon, zoiets is het wel, als een soort eerbetoon van, ja, ik doe alles nu voor jou wat ik denk dat goed is. Vond je het niet eng ook? Want het is toch een dood lichaam. Hij wordt koud natuurlijk op een gegeven moment. Ja. Vond je het niet spannend? Nee. En ik vond het eigenlijk wel heel fijn om dat proces mee te mogen maken. Ik kan hem laten wassen door een verpleegkundige. Ik denk, ja, ik had continu het gevoel, nee, dit is mijn vader. Ja. Dat doe ik zelf. En mijn broer had dat ook. Mijn twee zussen hadden dat op dat moment niet. En dat respecteren we van elkaar. Nou, dat is ook wel mooi dat je dat in een familie ook zo mag voelen. Hè? Iedereen heeft een verschillende taak die hij op zich neemt. Voelt het ook anders. En dat mocht er dus blijkbaar ook zijn bij jullie. Ja. En toen daarna, wat gebeurde er toen? Je vader was gewassen, mooi gemaakt. En op een gegeven moment ga je dan ook het ziekenhuis uit. Waar zijn jullie toen naartoe gegaan? Nou, wij hebben dat wassen hebben we met mijn broer en mijn moeder gedaan. En uiteindelijk is dat dan klaar. En dan, toen was het voor ons in het ziekenhuis ook klaar. En toen zijn we naar huis gegaan. En dan moet je kleren uitzoeken. Want het laatste stukje aankleden en dergelijke, dat werd dan door mensen gedaan in het ziekenhuis. En we kregen door van de volgende dag komt je vader thuis. En na zo'n intensieve nacht, intensieve ochtend, en dan kom je thuis en dan zit je aan de tafel als familie. En dan denk je, ja, nu moeten we gaan regelen. Nu moeten er dingen gebeuren. Wat gaan we doen? Hoe gaan we het doen? Nou, dan wordt er een begrafenisondernemer ingeschakeld. Nou, dat is het begin eigenlijk van de organisatie van de uitvaart. En doordat je niks hebt voor kunnen bereiden, komt het, nou, dat komt allemaal, we stonden er heel blanco in. En dan moet je gaan organiseren. Welke keuzes waren belangrijk op dat moment voor jullie als familie? Vooral het moet goed voelen. Ik denk dat dat een hele belangrijke graadmeter was voor de keuzes die we gingen maken of aan het maken waren. En er was ook steeds een soort van overleg, vinden we dit oké? Is iedereen het ermee eens? Oké. Dus er was echt een gezamenlijk orgaan, zeg maar, beslissingen die werden genomen vanuit de familie. En uiteindelijk, ja, je wordt een soort van, ik noem het een beetje een soort productieteam. Je moet echt produceren, omdat je weet van uiteindelijk de eerste dingen die worden geregeld, wanneer is dan de uitvaart? Want dat is het moment waar je naartoe moet werken. En dan moet je gaan plannen, wat gaan we wanneer doen? En wie is daarbij betrokken? Hoe, waar en met wie? En de locatie, kwam die als vanzelfsprekend? Nou ja, op een gegeven moment, ja. We hadden allemaal zoiets van, we willen dit doen uit de geest van mijn vader.
Dus hoe hij in het leven stond, wat hij belangrijk vond, wat aansluit bij zijn waarden en normen. Dat waren voor ons wel de kaders waarbinnen we dit wilden gaan doen. En dan merk je dat je gaandeweg zo'n week groeit in dat proces. En dat je steeds creatiever wordt en dat je steeds meer en meer dingen erbij haalt. Je denkt, normaal gesproken doet men het zo. En dat is dan een beetje de gemiddelde weg. Waarbij wij zoiets hadden van, maar wij vinden dit mooi. Wij willen het zo doen. Dus we bedachten 's avonds weer nieuwe dingen. En dan kwam de volgende ochtend de begrafenisondernemer. En dan zei hij, zus en zo. We gaan toch even anders doen. Ja. En het mooie vond ik dan wel, dan zag je hem zitten. En dan was het, dat kan. Die moest ook even schakelen. Want alles wat in mijn beleving standaard is in een uitvaart, dat waren allemaal dingen waar mijn vader niet altijd een goed gevoel bij had. Kun je ze een voorbeeld noemen? Nou, bijvoorbeeld de lijkauto. Ja, dat zijn auto's, je kan ze mooi vinden of niet. Maar wij hadden zoiets van, dat is niet de plek waar mijn vader in hoort. En toen vroeg ik aan de begrafenisondernemer van, mag een kist vervoerd worden ook in een andere auto? Ja, dat mag. Ik zei, dan gaat hij toch in die oude Citroën Berlingo van hem. Ja. En daar heeft hij altijd in gereden. Ik zei, dan gaan we hem daar wel mee vervoeren. Dat kon. Maar toen bleek de kist daar niet in te passen, dus we moesten het weer anders oplossen. Dus toen werd het mijn auto en daar paste die in. Dus ik heb ook met de kist in mijn eigen auto met mijn vader gereden van het huis van mijn moeder naar de boerderij waar mijn vader geboren is, waar mijn broer nu nog steeds woont. Want dat werd de plek voor van de condolences en de uitvaart. Wat mooi, omdat het allemaal zo klopt, hè? Het is allemaal... dat is wat je gaat doen. Je gaat op een gegeven moment, wat kunnen we eigenlijk allemaal zelf? En hoe meer je zelf doet, dan kom je er ook, hoeveel er dan ook kan. En zo had ik ook heel snel het idee van, ik wil het graf maken voor mijn vader. En dan kijken mensen je aan van, dat kan toch helemaal niet? Maar ik zeg, ik denk dat het wel kan. Ja, waarom niet? Dus overleggen met de begraafplaatsbeheerder en hij zegt, je bent de eerste die dit vraagt. Ik zeg, wat mij betreft kan dat. Dan spreek je af, zo laat dan en dan gaan we graven. En toen had mijn broer zoiets van, dat doe ik niet. Maar op de dag zelf kwam hij er ook bij en zegt, we gaan het samen doen. Daar zijn ook hele mooie foto's van gemaakt. Absoluut. En het is eigenlijk al een onderdeel van je maakt een graf voor je vader. En voor de een klinkt dat misschien heel bizar of luguber, want je staat te graven op een kerkhof. Hmm. Maar voor ons was het zo van, wij gaan het laatste plekje maken voor mijn vader. Dat kan een ander ook doen, maar wij doen het zelf. En dat voelde voor mij heel, heel goed. En tijdens het graven ben je al bezig met, ik denk al een beetje verwerking. Ja, dat denk ik ook, ja. Het klinkt allemaal heel eigen gereid en eigenzinnig hoe jullie dit hebben aangepakt. Dat was ook het karakter van je vader, wat helemaal past hierbij? Nou, misschien wel. Eigen gereid was hij wel, eigenzinnig, maar wel altijd met gevoel voor de ander. Maar wel op zijn manier, wel authentiek. En ik denk wel, dat in zo'n week laat je eigenlijk alles los. Ook van wat anderen ervan zouden vinden of denken, maar dan ga je handelen naar je eigen gevoel. En inmiddels zijn we ruim een jaar verder. Het is een heel fijn gevoel dat je dat kan doen. Dat je zo puur naar je eigen, naar je eigen gevoel luistert van zo willen we het gaan doen. En dan heb je ook niet last van, maar dat zullen anderen misschien wel heel dom vinden of raar. Dat speelt dan niet meer. Heb je dat altijd al gehad, dat je gewoon niet zozeer bezig bent met de mening van anderen, maar echt naar jezelf luistert? Jawel, maar je merkt dat in deze emotie is het nog puurder.
Omdat je maar één doel voor ogen hebt en dat is eigenlijk het voor je vader het laatste stukje zo goed en zo mooi mogelijk doen. Ja, en dan heb je de dag waarop toch wel de belangrijkste man uit je leven er niet meer is. Hoe heb je dat beleefd qua gevoel ook, als zoon van? Hoe ik dat heb beleefd? Ik heb nog nooit eerder zulke emotie gehad. Dat merkte ik wel in die week dat, na het overlijden, en ook vlak daarvoor, dat je weet van dit komt niet meer goed, kwamen er bij mij emoties los, die ken ik nog niet. Kun je een voorbeeld noemen? Van een emotie? Ja? Ja, verdriet. Maar ik denk dat dat toch de bloedband is die je hebt met je vader. Dat het gewoon familie is. En we hebben in ons leven best wel dingen meegemaakt met leven en dood. De vader van Venna is ook heel plotseling overleden, maar dat is inmiddels al 20 jaar terug. Dat vond ik wel heel erg. Alleen nu was het je eigen vader en dan merk je toch dat daar in de connectie iets stuk gaat. Dat de lijn wordt doorgeknipt. Dat emotioneel nog dieper gaat dan wat ik ooit gewend was. Jullie hebben dus echt alles gedaan rondom dat afscheid en die uitvaart waarvan je dacht, dit moeten we zo doen. Ja. Als je daarop terugkijkt, heb je dat gevoel nog steeds? Of heb je iets wat er... Misschien... Als ik erop terugkijk, kan ik alleen maar denken dat we heel trots mogen zijn op onze familie, hoe we dat hebben gedaan. En als mijn vader ergens vanuit boven mee heeft gekeken, dan denk ik dat hij heel erg trots geweest is op hoe wij voor hem dit hebben kunnen doen. En dat gevoel is ook een troost. Want wat is bijvoorbeeld iets wat het meest bij is gebleven van die dag? Je hebt de dag van de uitvaart, maar de week ernaartoe is al dat je zoveel keuzes maakt vanuit de geest van je vader. Want mijn vader lag thuis bij mijn moeder beneden in de kamer, op een bed. Niet in een kist, maar op een bed. En ze zaten in een zanggroepje met z'n tweeën. En ik zou het heel fijn vinden als mensen hier komen zingen. Dat ze om het bed heen gaan staan waar mijn vader ligt en dat ze liederen gaan zingen. Dat hebben ze gedaan. En mijn moeder stond erbij en die stond daar mee te zingen. En dat geeft op zo'n moment denk ik heel veel steun, vooral ook voor mijn moeder. Dat je dat gezamenlijk doet. En men zei ook van, wat is dit fijn om te doen. En dat gebeurt dan gewoon in de huiskamer. Ja, het klinkt alsof jullie heel veel facetten hebben toegepast die heel natuurlijk aanvoelden, hè, voor iedereen qua gevoel. En toch hoor ik dit nooit eigenlijk, dat het er zo aan toe gaat. Nee, ik weet niet beter, want ik heb het niet eerder zo meegemaakt. Maar we hadden wel, wij vonden denk ik wel de kracht om ons eigen, om zelf de regie te pakken op die op de uitvaart of in de week van afscheid nemen. En wat we steeds terugkregen van anderen, van wat doen jullie dit mooi, wat doen jullie dit goed. Dat sterkt je dan, denk je, we zijn op de goede weg. En zo hebben we ook foto's laten maken. Goede vrienden van mijn ouders of vrienden van de familie. Die zijn fotografen, die waren in die week ook heel nauw betrokken. En die hebben gevraagd van, mogen we foto's maken? Ik zei, ga je gang. En die hebben eigenlijk de laatste dagen zijn ze continu bij ons geweest. Op een soort professionele afstand. Niet de boel gaan regisseren, maar registreren met. En dat heeft daar is een boekwerk van gemaakt. En dat is een hele dierbare herinnering aan hoe wij dat toen hebben gedaan. Het staat vol met prachtige foto's. Ja. Wat zou je een familie mee willen geven? Iemand komt plotseling te overlijden. Wat is een tip die je echt op het hart zou willen drukken? Dat je vooral naar je gevoel moet luisteren waarvan je zelf denkt, dit voelt goed. En dat je moet realiseren dat niet alles in een draaiboek staat hoe het moet. Maar dat je vooral ook zelf kunt bepalen wat je wil. En hoe meer je het zelf vormgeeft,
hoe meer het van jezelf wordt. En hoe dichter het bij jezelf komt te staan. En nou, ik denk dat dat ook voor later heel goed voelt. Dat is wel wat ik ervaren heb met hoe wij het hebben gedaan. Waarom hebben jullie gekozen voor live muziek tijdens de uitvaart? Nou, tijdens de uitvaart zelf was er geen live muziek. De uitvaart zelf was in een kerk. En dat was een kerkdienst. Maar er werd wel gezongen. Mijn vader hield van liederen zingen. En vond kerk ook wel interessant. Maar tijdens de condoleance, die was daar een dag voor, hebben we in de boerderij van mijn broer, wat ook de boerderij is waar mijn vader is geboren, hebben we eigenlijk een hele memoires gemaakt aan mijn vader. En nou, mijn vader heeft best wel veel impact gemaakt in de samenleving, lokaal. En we hadden geen idee hoeveel mensen op die condoleance af zouden komen. Maar iets in ons zei wel van, nou, het kunnen er zomaar veel worden. En om de mensen ook, om het niet te zwaar te maken, want wij houden van luchtigheid. En dat is ook hoe mijn vader zei, we moeten dingen niet zwaar maken. Luchtig houden, hij hield van een grapje. En we hebben toen eigenlijk een hele soort tour gemaakt door de boerderij. Dat begon buiten al met vuurkorven. En mensen konden van buitenaf door de raampjes al meekijken naar een groot projectiescherm waar foto's op geprojecteerd werden. En dan kwam je langzaamaan binnen. En binnen was live muziek van een trio, Wieltje van Peerses. Nou, mijn vader kende dat, daar was hij erg fan van. En die hebben we gebeld van, zouden jullie willen spelen? Nou, die mannen die zeiden, wij gaan even overleggen. Maar 5 minuten later belden ze op van, wij komen. En die hebben daar letterlijk 2 uren of 2,5 uur lang staan spelen. Non-stop. Want er kwamen wel 900 mensen op die uitvaart af. Dus dat was een lange ruk. Maar doordat die mannen daar stonden te spelen, werd het voor een ieder ook draaglijker en sfeervol. Prettig en plezierig ook. Dat klinkt misschien raar, plezierig, maar het voelde heel goed. En vooral ook omdat je, het was een viool, een gitaar en een accordeon. En dat geeft een hele prettige sfeer in de boerderij. Dus dat was heel erg goed. Mooi, klinkt heel mooi. Ja. Dankjewel voor je openheid. Ja, graag gedaan.